Frida Bokkera, une voix de fleuve profonde, een diepe rivierstem, dat is de ondertiteling van haar biografie. Geboren in Marokko van Italiaanse afkomst. Haar achternaam Bokkera is afkomstig uit Oezbekistan, het dorpje Boekara. Opgegroeid in een artiestenfamilie, klassieke scholing, zanglessen en opera. Op een dag werd de jonge Frida uitgenodigd in Casablanca om te zingen in het voorprogramma van The Platters. Only you. Een producer, Black Ram, was zwaar onder de indruk van haar stem en adviseerde haar naar Frankrijk te verhuizen om daar een zangcarrière te starten. In Parijs ontmoette ze Jacques Brel, die eveneens onder de indruk was. Hij nam haar mee tijdens een aantal concerten. De genegenheid voor Brel bleek uit haar versie van Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier. Niet lang daarna concurreerde de jonge zangeres met vedette als Aznavour en Bécaud in een concours van RTL met het chanson Cherbourg avait raison. Cherbourg avait raison. Cherbourg avait raison. Haar internationale doorbraak volgde in 1969. Toen ze het Songfestival won met het chanson Un jour un enfant. Un jour se lèvera sur trois branches de lilas. In dat jaar waren er overigens vier winnaars, waaronder onze Lenny Koer. Ze verhuisde voor een paar jaar naar Amerika, waar ze weigerde een contract met de impresario van onder andere Barbara Streisand te tekenen. Bokkera hechtte sterk aan haar artistieke onafhankelijkheid. In een interview in 1970 zei ze geen spijt te hebben van de keuzes in haar carrière. Non, je ne regrette jamais rien. Hoewel ze ook graag opera had gezongen. Oui, je regrette de ne pas chanter l'opéra. Frida Bokkera trad op in de grootste concertzalen. Van Montreal, Sydney tot in het Amsterdamse Concertgebouw. Waar ze begeleid werd door het orkest onder leiding van Rogier van Otterloo. Ja. Ook nam ze een cd op met de Maastrichter Staar. Bokkera zong in 8 talen, waaronder het Nederlands. Weet je nog die dag aan het strand, wandelen met jouw hand in hand, dit zijn beelden van toen. Ze kreeg een disque d'or voor Sammy Chanson en voor Pour vivre ensemble, een klassieker op Franse bruiloften. De zangeres met de diepe rivierstem is helaas te vroeg heen gegaan, in 1996. Ze was pas 55. Ze ligt begraven in Bagneux, een gemeente onder Parijs. Haar 100 000 chansons heeft een vaste plek in de Evergreen Top 1000. Cent mille chants.
Frida Bokkera, une voix de fleuve profonde, een diepe rivierstem, dat is de ondertiteling van haar biografie. Geboren in Marokko van Italiaanse afkomst. Haar achternaam Bokkera is afkomstig uit Oezbekistan, het dorpje Boekara. Opgegroeid in een artiestenfamilie, klassieke scholing, zanglessen en opera. Op een dag werd de jonge Frida uitgenodigd in Casablanca om te zingen in het voorprogramma van The Platters. Only you. Een producer, Black Ram, was zwaar onder de indruk van haar stem en adviseerde haar naar Frankrijk te verhuizen om daar een zangcarrière te starten. In Parijs ontmoette ze Jacques Brel, die eveneens onder de indruk was. Hij nam haar mee tijdens een aantal concerten. De genegenheid voor Brel bleek uit haar versie van Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier. Niet lang daarna concurreerde de jonge zangeres met de vedette als Aznavour en Beko in een concours van RTL met het chanson Cher Bourg avait raison. Haar internationale doorbraak volgde in 1969. Toen ze het Songfestival won met het chanson Un jour un enfant. Un jour se lèvera sur trois branches de.